30 mei 1969 was het voor mij gewoon werkdag. Ik was toen ongeveer een jaar op Curaçao, werkzaam als sociaal psychiater. Toen ik naar huis reed, zag ik hier en daar wat afgebrande auto's. En begreep ik eigenlijk niet helemaal waarom. Ik dacht, wat raar, zijn er allemaal ongelukken gebeurd. Maar in de buurt van het ziekenhuis merkte ik dat het menens was, want de poorten van het ziekenhuis waren gesloten en toen ze mij zagen, hebben ze me meteen naar binnen gehaald. Toen ik binnenkwam, was daar een soort pandemonium. Een heleboel mensen die door elkaar aan het gillen en schreeuwen waren en een lijkbleke pater Reumer, Mater Reumer, die naar me toe kwam en zei, we hebben hulp nodig, want er zijn 2 mensen doodgeschoten en de mensen weten het niet, maar ze vermoeden iets en ze willen het ziekenhuis afbranden. En we hebben toen psychofarmaca, dat zijn kalmeringsmiddelen, gecombineerd tot een soort cocktail. En we hebben die cocktails dus gepresenteerd in papieren cups met een beetje ijswater. Het had een kleurtje gekregen, het zag er eigenlijk uit als een soort welkomstdrankje. En dat hebben we toen onder dus deze stakers uitgedeeld, die maar wat graag dus dat welkomstdrankje tot zich namen. En daardoor kalmeerden, waardoor we de zaak rustig konden krijgen. De les voor de toekomst is dat ieder mens, onder welke omstandigheden dan ook, zodanig kan reageren zoals de grootste crimineel reageert. Daarom is het gevaarlijk als mensen, zoals politici, soms schermen met anders komt er weer een nieuwe 30 mei. Dat is gevaarlijk. Het vergelijken, het provoceren van iets waarover we allemaal eens zijn dat het niet had moeten gebeuren. En de dreigen daarmee. De mensen die daarmee dreigen, die zijn erger dan de mensen die die dingen uitvoeren. Want dan ben je bezig om de geest uit de fles te halen. Op 30 mei 1969... ging ik 's morgens om 9:00 van Santa Familia via de Schottengatweg naar Bandariba. Want daar had ik een afspraak lopen. En bij post 5 werd ik tegengehouden, was de weg afgesloten. En toen zei iemand mij, die ik goed kende, je kunt maar beter naar huis gaan, want het wordt waarschijnlijk een troep op straat. Ik geloof inderdaad dat de kerk, dat ze na het statuut en de autonomie toch een beetje het gevoel had, hé, pas op, wij zijn allemaal Macambas, die priesters van toen, en we moeten ons niet met hun zaken te veel bemoeien. En dus hebben we misschien te veel gepreekt over strikt godsdienstige zaken en de sociale aspecten van het evangelie iets wat op de achtergrond gehouden. Mei 69 leert ons dat we iedereen van hoog tot laag zijn rechten moeten geven en het leven leefbaar moeten maken. En ik geloof dat gouverneur Collard de Brot de eerste was die dat sein gegeven heeft. Hij heeft Nita, Papa Godet en Stanley Brown ontvangen. En papa is er nooit rijk van geworden. Papa Godet heeft echt altijd gevochten voor de underdog. Maar ik geloof dat de idealen van Papa Godet toch wel langzamerhand zoek zijn als ik kijk hoe in de laatste 10, 20 jaar de politiek weer zijn gang gaat. En de gewone man weer de eerste dupe wordt van de achteruitgang economisch. En er nog altijd politici zijn die er behoorlijk aan verdienen, aan hun plaats, of in de Eilandsraad, of in de Staten, of als minister, of als gedeputeerde. ...30 mei 1969. Ik was student op het Ignatius College
En iedereen moest naar huis, want de rellen waren uitgebroken. 30 mei, zoals u weet, is er heel wat afgebrand. Met name in de Punda en Otterbanda gebied. Nou, dat was niet allemaal aangestoken. Het was meer een kwestie van, er was geen brandweer beschikbaar. De politie had namelijk als neventaak het blussen van branden. Wat gebeurde er op 30 mei? De politie had hun handen vol om de oproerkraaiers in bedwang te houden. En derhalve hadden ze geen tijd om de brandjes te blussen. Ja, dat ging gewoon over naar het volgende gebouw en naar het volgende gebouw. En zo hebben we heel veel schade gehad. Naar aanleiding daarvan is er toen besloten om mensen te gaan opleiden voor het brandweervak in Nederland, ervaring op te doen. En daarna de korpsen op de Antillen allemaal op te gaan bouwen. Zodat je een gescheiden politiekorps had en een gescheiden brandweerkorps. Nou, en daar heb ik mijn brood ingevonden voor plusminus 8 jaar. Nou, de ingrediënten waren toen de tijd dat een Antilliaan eigenlijk nooit op een leuke positie, bij welke job dan ook, terecht kan. Die werden altijd bekleed door of Nederlandse of Amerikaanse of andere buitenlandse mensen. Nou, dat gevaar sluipt nu weer. Een heleboel bedrijven worden overgenomen door Nederlandse bedrijven. En dat kan wel eens gaan wrikken. In de zin van, als jij de mensen hun gang laten gaan en hun eigen mensen steeds ook in hun bedrijf al daar de goede posities geeft en de Antilliaan geen kans geeft, dan heb je kans dat dit weer gaat ontstaan.